sinds ik hier terug ben uit Amerika, mij nog geen enkele keer een gewoon deftig gesprek kunnen houden. Dan niet uiteraard op een ruzie. Ah ja, dat is allemaal mijn schuld. Als uw moeder niet was gekomen, als er niks gebeurt, niks. Mijn moeder, hè, die kwam hier toevallig wel was brengen voor uw vader. Hè. Oh nee, ga eens terug. Waarom? Maar doe het gewoon. Wat is er nu? Mijn ma stapte net uit een auto. Die weet ook dat jij bezig bent voor school, maakt er niet uit. Ja, maar ik heb niet gezegd dat ik met u was. Hè. Als ik hier blijf, dan blijft jij mijn vriendje. En als ik op reis ga, dan is het uit. Weet je, laat maar. Ik begrijp het toch niet. Ik ga nadenken. Robin, waar gaat je naartoe? Oh, ik zeg het. Ik ga nadenken. Salut. Wat zei Robin dan? Ja, het klonk alsof hij het wou uitmaken. En zei dat we misschien beter onze relatie even op pauze zetten. Maar ja, ik heb geen aan- en uitknop, hè. Ja, maar misschien bedoelde hij dat helemaal niet zo. Ik kan me voorstellen dat het voor Robin ook niet echt zo'n gemakkelijke situatie is. Ja, en voor mij dan? Allee, stel je voor dat ik wel hier blijf, hè. En we blijven wel een koppel. Voor hoe lang dan? Ja. Ik kan ook even goed binnen 2 maanden iemand anders vinden. Hè? Maar ja, dat is nu toch ook wel een dom scenario. Ja, maar het kan wel. Ja. Weet je, ik ga niet zeggen dat ik blij ben hoe dat de dingen tussen mij en Domi verlopen zijn, maar ik ben wel blij dat ik van al die liefdesproblemen af ben. Dat snap ik. Ja, heb je Robin nog gehoord? Enkel gelezen. Heeft sorry gezegd. Gaat je hem deze namiddag zien? We gaan even skypen. Je bent ook altijd welkom bij mij. Wat ga je doen misschien? Ja, niks eigenlijk. Misschien moet je zo inschrijven op een datingsite of zo? Gek. Nee, laat mij maar genieten van het single zijn. Gelijk hebt je. I'll tell you a story before it tells itself. I'll lay out. Zo stil. Moet ik me zorgen maken of zo? Ochtendtumeur. Ja, slecht geslapen. Het is middag, Jamil. Ochtendtumeur dat lang duurt. Maar wanneer zien we Madelieve nog eens? Niet. Oei, de liefde is voorbij. Of hebben jullie ruzie? Nee, geen ruzie, maar ik ben er wel kwaad op. We kwamen haar moeder tegen op de parking en we moesten ons meteen verstoppen. Hoezo? Ja, ik weet niet, die moeder mocht ons niet zien, zeker. Wat had ze daarover te vertellen? Ze zei dat ze daar zo gezegd niet mocht zijn, maar ik geloof er niks van. Dat kan toch, Jamil? Nee, want we waren daar voor die fotoshoot. En die fotoshoot is een soort van huiswerk. Waarom zou zij geen huiswerk mogen maken? Ja, oké. Ik denk dat je daar niks achter moet zoeken. Het is gewoon niet slim dat ze erover ligt, maar voor de rest. Ik weet niet, hè. Eén ding is wel zeker. Ik neem haar niet meer mee naar hier voordat ik bij haar ben geweest. Jamil, moet je nu niet aan het overdrijven? Ik heb nog gezegd dat jullie te hard van stapel liepen. Hè? Dat je haar al meenam naar hier. Misschien heeft zij nooit een lief gehad of zo. Of nooit iemand mee naar huis gebracht. Dat kan toch? Ik weet dat niet. Ja. Kijk, sorry voor wat ik zei in onze relatie. Dat was niet oké, dat weet ik. Ik had gebabbeld met Guillaume over lange afstandsrelaties en hij vond dat niet echt oké en hij geloofde er totaal. Ik begon een beetje te flippen. Ik heb... Sorry. Waarom heb je met Guillaume daarover gepraat? Tuurlijk dat hij zoiets zegt. Hoezo? Ja, Robin. Guillaume is gewoon zo'n ene. Ik snap zelf niet waarom je dat met hem besproken hebt. Ja, dat is wel mijn broer, Lore. Ja. Zeg, en jij, hè, Emma dan? Je hebt daar ook wel dingen mee besproken, hè? Wat? Ja, Laura. Van ons twee zo. Ja, ik snap het. Vergeet gewoon wat ik heb gezegd over uw reis. Ik meende dat niet. Ik wil dat je doet wat je wilt doen. Echt waar. En als je dan kiest, hè, om toch te gaan, dan zien we nog wel. Hè. Ik zou niet willen
dat je voor mij hier thuis zou blijven. Voor wie dan wel? Ja, je weet wat ik bedoel, hè. Dus je ziet mij nog graag? Nee, tuurlijk. Jij mij? Ja. Stel je voor, als ik op reis ga, dan gaan we dat vanaf nu zo moeten doen, hè. Skypen en FaceTimen. Raar, hè? Ja. Maar ik wil dat je dat snel gewoon kunt worden. Denk het ook. Maar ja, ik ga het kussen en wel missen. Ja, ik ook. Anders afspreken deze namiddag? Ah, yes, dat komt. En ik heb eigenlijk echt wel beloofd dat ik mij misschien doe, want het is echt de laatste dag zo wat uitgesloten, dus sorry. Dat is niet erg, doe dat maar. Ik spreek je morgen op school. Ja, dat is goed. Allee, salut. Voilà, zie ik dat nou perfect? Ik heb niks gevoeld. Ja. Ciao. Call me crazy. I walk on fire if you want me to. I just wanna hear you say that you're feeling the same way. Oh, I need to know. Koekoek. Ik ben het kot een beetje aan het opruimen. Want zoals je ziet, is dat wel best nodig. Ja, het is hier ook niet allemaal up-to-date, niet meer. Ja, kijk. Maar ik ga ze wel goed bewaren. En wie weet hangt er hier later iemand anders, maar het zal nog niet voor morgen zijn. You keep running through my head, hardly breathing. When you look at me like that, I just wanna hear you say that you want me the same way. Oh, I need to know, I need to know. Voilà, het kot is helemaal opgeruimd. Al rommel is weg. Aha. Ben je zeker dat dat allemaal weg mag? Maar ja, de dingen die ik toch nog wil bewaren, heb ik in mijn kamer gelegd, dus. Oké, knap. Oh. Mag geen zelf komen straks? Je weet wat we hebben afgesproken, hè, Louise. Maar ik heb nog niks verkeerd mee gedaan de laatste tijd. Luister, Thij, er komt hier niemand in huis. Ja, totdat wij zeggen dat het terug mag. Maar dat hebben we duidelijk met ons mama besproken. Ja, hoe lang gaat je mij nog straffen? Tot ik 18 jaar ben of zo? Nee, zeg. Als jij niet gestraft had willen zijn, hè, dan had je mij niet moeten spijbelen, weglopen van huis. En dan moeten wij onderhand maar eens leren gedragen, hè. Kinderachtig gezeur. Zeg, alstublieft. Zo veranderd, hè. Ik denk echt dat dat door die Jens komt. Laten we hopen dat het maar een fase is of zo, hè. Nou, ik vrees ervoor. Maar meent u dat nu? Allee. Gewoon negeren, hè, maar dat is volgens mij altijd het beste. Negeren? Serieus? Waarom moet eigenlijk zo'n inventaris? Ja, ik moet dat eigenlijk één keer per jaar doen en zeker van de boekhouding. Mm. En aangezien ik binnenkort weer ga werken, dan ben ik weer helemaal mee, hè. Dus je gaat terug beginnen? Ja. Zalig. Ik dacht dat je ontgoocheld ging zijn. Tuurlijk niet. Binnenkort ben ik een model en heb ik hier allemaal geen tijd meer voor. Oké dan. Jamil. Ik heb even... Ja, ik was in de buurt en ik wou even praten. Sorry van gisteren. Ik vond dat wel niet zo leuk. Ja. Mijn ma is gewoon super streng. En zeker na mijn ongeval denkt ze altijd dat er iets gaat gebeuren. Ik wou het gewoon niet verpesten, snap je? Ja, als mijn ma mij in Medusa had gezien, ging ze echt mega kwaad zijn. En dan zou ik misschien nooit meer buiten mogen. Maar ik beloof dat ik het goed ga maken. Ben je boos? Mijn moeder zegt er wel chill uit. Ja, ze is ook wel chill. Alleen komen we over een aantal dingen niet echt overeen. Dat ken ik. Wat vond je leerkracht eigenlijk van mijn foto's? Mijn foto's. Oh, dus met mijn kop op, hè? Hij vond ze wel goed. Ik mag er zelfs een paar op groot formaat afdrukken. Is het echt? Ja. Dan kunnen die boven je bed hangen. Ja. Maar zijn wij oké? Ja. Look at me.
You think that I'm trying to fight, yeah. But I'll always be on your side, yeah. Oh, oh, oh. Bon, doe jij dan je schoenen aan, dan ga ik zeggen dat we weg zijn. Ja, is goed. Maar lees Stefan. Nee, wat? Een etentje, is dat niet wat raar? Ja, bij u thuis dan toch, hè? En dan met Bart erbij, oké? Okay? Ik zal onze agenda's eens checken. Ja, ik zal die hand ook nog langsbrengen als ik in de buurt ben. Dat doe ik, absoluut. Oké, okay, salut, dada. Hier zijn de jongens. Plannen? Wij gaan basketballen op het pleintje. Ah, goed idee. Met wie waren dan het plannen? Ah, het was Stefan. Hij heeft ons uitgenodigd voor een etentje. Ah, bon. Ja. Wanneer? Goh, we hebben nog niets concreet afgesproken. We moeten eerst even zien of we dat wel gaan doen. Ja. Ja, waarom niet? Hè? Ja, als dat niet past in onze planning of als Bart er geen zin in heeft. Mag je dan ook mee? Ja, we gaan dat nog wel afspreken. We zien nog wel. Is goed. Hè? Allee, maar vertrek nu maar, hè, want anders is de moeite niet meer. Ja, Bart is binnen een uurtje thuis en dan gaat hij willen eten. Hè. Dus op tijd allee. Terug. Hè. Salut. Allee, oh, jongen, echt. Salut. Papa, kunt jij even komen? Nee, even niet, maar ik ben nog mee iets bezig en ik moet echt wel dringend de deur uit. Ja, het is ook redelijk dringend. Het is Louise. Wat is er nu, Louise? Kijk eens buiten. Wat heeft dat nu weer te betekenen, zeg? Ja, dat is dus Jens. Als dat bleef, zeg. Echt waar. Je gaat er niet goed van zijn. Louise. Wat heeft dat te betekenen, zeg? Ik doe toch niks verkeerd? Ja, ik zit toch niet in huis, ben buiten. Je hebt gezegd dat ik iemand mag meebrengen naar huis. En ik mag ook niet weg, want ik ben niet weg, maar ik zit buiten en dat is in de tuin. Dus ik heb officieel niemand meegebracht naar huis. Ik heb er met ons mama over gehad. En dat is de laatste keer geweest dat gewoon zoiets slapt. Jij bent zijn beste vriend. Dat kan toch niet dat hij nog niks gezegd heeft? Dan moet je een condoom gebruiken, want dat hij weggaat en ik kom terug met een baby, Robin. Dat is niet goed. Ik had het ergens moeten aankomen. Mijn ouders hebben het zo niet voor vreemden binnen. Jamil is toch gewoon een Belg?